Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en ik dacht ik zet gewoon de camera aan of eigenlijk mijn mobiel. Ik ben comics aan het uitzoeken die ik laatst van Thijs heb gekregen. Je ziet hier wat web van Spider-Man's liggen. Maar ik ga vandaag aan de slag met de X-mannen, oftewel de X-Men. Want deze heb je laatst nog gezien, hè? En ik ben heel benieuwd of de camera het een beetje goed in beeld brengt. Dus dit is een beetje een experiment. Maar ja, dat is eigenlijk het hele leven is een experiment. Dus wat ik aan het doen ben is, vanwege een grote aanvulling op de verzameling waar ik heel erg blij mee ben. Kijk, X-Force hier. X-Force en X-Factor zit er opeens een deeltje bij. Dat is heel grappig. En deze had ik al. Het zijn True Believers van Marvel. Dat zijn herdrukken van een euro of een dollar. En dat is erg leuk om te lezen, die oude Marvel verhalen. Maar ik heb geen idee of dit leuk is. Eigenlijk zou ik dit via een livestream ook kunnen doen. Maar dat was technisch is dat nog een beetje lastig bij ons. Dus ik dacht, nou, ik doe het gewoon even zo. En ik heb te veel dingen door elkaar liggen eigenlijk. Zoals je ziet, die web van Spider-Man hier. En zoals ik al zei, het gaat van de ene kast naar de andere kast aan de andere kant van het kantoor. Die staan tegenover elkaar. En ik moet eigenlijk nu de X-mannen gaan uitzoeken. Kijken wat ik heb en wat ik niet heb. En die op volgorde gaan leggen. En dat is gewoon een klus. Kijk, mooie Epic Collections. Die moeten natuurlijk ook in de kast. Die zijn prachtig. Second Genesis is eigenlijk het begin van de nieuwe X-mannen reeks. Oftewel naar de Grand Giant Size X-Men van Len Wein en Dave Cockrum. Fall of the Mutants. It's pretty cool. Mark Silvestri. Oh, maar dit is dan... dit is natuurlijk weer geen Epic, dus die heeft dan weer geen nummer. Maar dit is dan redelijk op volgorde, hoop ik. En Ghost is ook... Ja, dit is echt typisch Marvel. Oh, maar gelukkig hebben we uitleg achterin. Dit is Uncanny X-Men 199-209. Dit is 220-27. Wat is dit dan? 189-198. Dus die moeten dan sowieso zo. En dan hebben we hier een hele gave. Die heb ik ooit gekocht bij Vandal Comics. Dat is een oude. Dit is een Arthur Adams cover. Hoe tof is dat dan? Die Arthur Adams kan wel tekenen. Kun je het een beetje zien eigenlijk wel, hè? Ik hoop het. En dan staat hier niks op... Dat is wel mooi. Paul Smith heeft dit getekend. En dit is Kitty vecht terug in het Nederlands. Dat geloof je ook niet, hè? Maar zo heeft G. Apeldé dat toen vertaald. Waarom weet ik niet. Dit is in ieder geval de juiste volgorde. Dit is een mooie Days of Future Past. En de Dark Phoenix saga. Die is natuurlijk verwant aan deze. 129-137. En dit is 138-143. Kijk, dat is mooi. Hoe cool is dat? Twee keer John Byrne. Dat is enorm feest, wat mij betreft. Maar het idee is dus, ik doe de Amerikaanse bij elkaar op de plank. En de Nederlandse ook. Het loopt dan een beetje... Ik heb natuurlijk overlap. Dat hou je als je Junior Press spaart. Maar ik heb niet alles van Junior Press nog. Dus ik mis gewoon nog heel veel. Maar ik weet niet precies wat. Kijk. Extreme X-Men. Dat is grappig. Want ik wist helemaal niet dat ik die had. Maar ik heb er wel ook wat losse deeltjes van. Van Extreme X-Men. En dit is de serie X-Men. Die is ooit gestart... Door Chris Claremont en Jim Lee. Maar die dat zijn ook de X-mannen specials in het Nederlands. Wauw, het is echt een lekker door elkaar zit het, zie ik. Het probleem is van verzamelen soms dat je gewoon niet meer weet wat je allemaal hebt. En daar heb ik ooit nog 4,50 gulden voor betaald. Voor de X-Men. Dit is een variant cover. Ik heb hem twee keer... Zoals je ziet.
Want zo gek was ik toen nog. Dat ik dacht, oh, ik koop de variant en de uitklapcover. La-di-da. Ik ben zo dol op Rogue. Zo'n leuk personage. Een lekker ding is het ook. Potverdorie. Sexy chick uit het zuiden van de Verenigde Staten. Bill en Ted. Mooi hoor. Leuk. Excalibur. Daar komen we later aan toe. X-Men special. Film special. Ik ben niet zo bagger en border, moet ik zeggen. Ik ben er niet zo goed in. En ik vind het altijd weer vervelend om dan de comics eruit te krijgen. Maar deze moeten maar eventjes toch wel even gebaakt en geboord worden. Er zitten een paar nadelen aan. Het neemt meer ruimte in de kast uiteindelijk. En de kastruimte is erg schaars. It's a rare commodity where I live. En je bent dus niet weer aan het kloten met die plakbandjes en zo. Aan de andere kant blijft het allemaal wel netjes. Dus ik weet het niet. Hoe denken jullie over baggen en boarden? Is dat iets wat je systematisch doet? Ik zie het heel vaak bij Jeroen en bij André Kikker zie ik het gebeuren. Dat mensen gewoon, die boarden gewoon alles. En tegenwoordig koop je denk ik ook dingen als je het via de post koopt. Hè, krijg je het al gebagd en geboord. Dat scheelt natuurlijk. Dan hou je ze er gewoon in. Misschien moet ik ook gewoon shortboxen gaan kopen. Meer. Ik heb er een paar. In plaats van dingen in de kast zetten. Maar ik heb eigenlijk de gekke gewoonte om dingen dus gewoon los in de kast te zetten. Ook Junior Press. En je zet ze gewoon zo dik tegen elkaar aan dat ze elkaar overeind houden. Dat is een methode. Maar het is een beetje Europese albums. Hoe je Europese albums inzet. Wat dat betreft ben ik heel schizofreen in mijn stripcultuur. Heel schizofreen. Het nadeel van bags vind ik dan wel weer. Ik pak minder snel een gebagde comic op. Om hem te gaan lezen. En om de cover te laten zien. Kan je maar beter weer geen plastic eromheen hebben. Want dan krijg je soms een beetje weer spiegeling. Maar goed, dat hebben we sowieso bij die gladde kaften wel weer. Dus dudes, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet wat de oplossing is hoor. Extreme X-Men. Ja, die is wel, ziet er wel tof uit op zich. Maar dit heb ik dus nog nooit gelezen. Dus ik denk dat dit een extra comic was bij Cheap. Ik weet niet of je het zo kan zien. Het is toch niet zo handig, denk ik, de camera en zo. Dit klinkt natuurlijk wel niet zo gezellig, maar goed, X-Men 238, 237, hey. Deze is mooier. Deze is, zie je, ze zijn een beetje krom geslagen, zie ik. Het zit een beetje. Ja, dat gebeurt wel eens in de kast. Het grappige is, nu ik ermee bezig ben, en ik zie dit allemaal. Oh, het ziet er goed uit hoor, die tekening. Heb ik onwijs zin om mezelf een maand op te sluiten en gewoon alle X-mannen te gaan lezen vanaf het begin. Maar ja, dat wil ik ook al doen met Avengers. Ik kom een beetje tijd tekort. Het leven is ook, ja, je zou eigenlijk gewoon nooit hoeven werken. Dat zou de oplossing zijn. Ik moet je bekennen dat heel veel X-mannen uit de late jaren 90 heb ik gewoon niet gelezen. Ik ben op een gegeven moment gestopt met de Nederlandse X-mannen te sparen. Ik heb wel Generation X nog gelezen. Dat vind ik eigenlijk wel cool. Dit is trouwens wel een mooie cover. Ik denk van Paul Smith. Ik zag laatst een cosplayer die deze cover cosplayde. Een mooie Kitty Pryde. Kitty Pryde. Maar die komt later pas. Dit zijn echt allemaal hele oude X-mannen. Die moeten nog eventjes. Die heb ik volgens mij nu als omnibus. Dus die moeten er nog even bij gezet worden. In de juiste volgorde. Want het is toch wel fijn om het niet als omnibus te hebben. Ze hebben allemaal niet helemaal lekker gestaan, denk ik. Dan, dat pleit dus wel voor bags en boards. Maar het kan ook zijn dat deze van de mokers afkomen. En een grote tas gekregen 5 jaar terug van ze. Oh. Dit is gaaf. Cover gallery.
Hele grote tas met comics. Toen ben ik het weeshuis voor comics begonnen. Iedereen die zijn comics kwijt wil, kan het bij mij kwijt. En dan... Wat leuk. Dus ik denk dat die allemaal in een tas hebben gezeten en daarom een beetje gekromd zijn. Het maakt voor het lezen natuurlijk niet zoveel uit, maar voor het hebben wel. En er zitten dus hiaten in. Dat is wel jammer. Want als je nu X-mannen gaat verzamelen, dan koop je gewoon een hele stapel in één keer op. Of de hele collectie kun je dan kopen voor 50 piek of 100 euro. En dan zit je met opeens heel veel dubbelen. Luxe probleem. Ja, het is ook zo, maar toch. Ook luxe problemen zijn problemen. Wat ik wel leuk vind aan mijn leven op dit moment is dat ik de Junior Press opnieuw heb herontdekt eigenlijk. Dat is heel tof. Twee, dat er heel veel andere mensen online zijn die ermee bezig zijn. En ja, ik heb gewoon zin om alles opnieuw te gaan herlezen. En ik ben dus weer een beetje een verzamelaar geworden. Volgens mij komen deze dus bij Ger Apeldoorn vandaan oorspronkelijk. Want ze komen bij de buurjongen van Ger Apeldoorn vandaan, Henk. Dat is een vriend van me. Ger gaf toen weer heel veel exemplaren aan Henk. En Henk die dacht op een gegeven moment, misschien heeft Michael er nog wat aan. En er zit een trading card in. Xavier. Ik weet nog wel, toen ik aan Anna Loos was, toen bij Junior Press, zei ik, hoe zeg je eigenlijk? Xavier. Zei ze Xavier, op zijn Frans. Maar de Engelsen zeggen natuurlijk Xavier. En de Amerikanen zeggen ook Xavier of Chuck. Wat kort is, staat voor Charles. Charles. Nou, weet je wat? Ik ga deze eventjes toch even boorwerken en boorden. Laten we eens gek doen. Weer een cover gallery. Dat is wel tof. Laserservice. Ik ook wel weer herlezen binnenkort. Groovy shizzle baby, groovy shizzle baby. Nou, uiteindelijk ben ik toch aan het baggen en boarden geslagen, want dat is toch beter voor de comics. Dit is het resultaat van vanmiddag. Het is niet superveel, maar het is beter dan niks. En het is een work in progress, jongens. Zoals jullie weten is er gewoon een hoop werk te verrichten als je een stripverzameling hebt. En het houdt gewoon nooit op. Ik ben wel heel benieuwd. Laat me vooral weten als je zover bent gekomen in deze video. Board, bag jij al je comics? En zet je het dan in de kast zoals ik? Een beetje European style? Of zeg je van nee man, ik zet alles in short of long boxes. Dat hoor ik graag van je. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar een volgende. En dit is dus voorlopig nog niet klaar. Maar dat lijkt me wel duidelijk. Nog heel wat X-mannen te gaan. En er zit nog heel veel in de andere kast. Anyway jongens, tot later.